Ik had de afgelopen dagen al zo'n onaangenaam gevoel, vrienden. Ja, ja. En dat ging over asiel. En wat lees ik nou in de krant? Ja, ik lees nu in de krant. Deze maanden, afgelopen maanden, begin van dit jaar, 30% is de asielinstroom hoger geworden. Met 30% meer asielzoekers komen naar binnen. Dat is niet te geloven. 30% hoger. En Nederland wordt overal aangeprezen als the place to be. Staat overal in al die landen waar ze vandaan komen. Ga naar Nederland. Ja, want cruiseboten op foto's, hotels, daar komen ze allemaal terecht. Ja, nou, dat is toch wat, vrienden. En dat onaangename gevoel, dat heb ik gekregen omdat ik de laatste tijd, ja, over het asiel zat te lezen. En ik zag ook op tv een hoogleraar, een meneer Batjes. En er staat alleen maar te lezen en te horen, dus van die Batjes ook. Ze kunnen geen kant op eigenlijk met het asiel. Er zijn allemaal internationale humanitaire afspraken. En er zijn allemaal regels met Europa afgesproken. En er zijn vluchtelingenverdragen van 80 jaar oud. En daar kunnen ze allemaal niet onderuit. Nee. Dus ja, het is wat. En dan zou je nog te denken aan dat opt-out, hè, wat Denemarken heeft. Dus dat je dan, zeg maar, aan de zijlijn gaat staan van Europa. Ja, maar dat duurt nog 3, 4 of 5 jaar voordat dat eventueel zou kunnen lukken. Ook geen zekerheidje. Ja. Dus kun je allemaal inbeelden met die 30% erbij. En dan, het gaat aan alle kanten, gaat het dan waarschijnlijk niet gebeuren. En dan denk ik bij mezelf, ja, worden we nou in de maling genomen? Zijn we of worden we in de maling genomen met dat asielbeleid? Want er is verkocht, Wilders ook, vooral PVV, die hebben het verkocht. We gaan het nu veranderen, nou gaat het gebeuren. En ik ben daar ook een voorstander van. Ja, want ik zie dat Nederland ook alsmaar veranderen. En dat Nederland niet meer is. Dus ik ben daar ook voor. Maar vrienden, het lijkt dus gewoon niet te gaan gebeuren. Het kan gewoon bijna niet. Nee. En dat is toch niet allemaal heel duidelijk verteld. Nee. Ja, er werd wel eens wat gezegd over Europa, maar dat was het dan ook wel. En dan dacht iedereen van, nou, Wilders die zal zich wel opstellen als het vervelendste jongetje van de klas. En dan gaat het wel lukken. Maar zelfs dat lijkt helemaal kansloos, vrienden. Ja, dit. Ja, ja. Hé. Hey. Maak je maar op, vrienden, voor een enorme teleurstelling.